ben op zoek naar sledoornpaasje eitjes. Ja. En die zitten op sledoorn. Ja, en wat is een sledoorn? Dat is deze toch? Dat is zo. Eentje opzij. Dat is een meidoorn. Dit is een meidoorn? Deze. Ja, nee, dat is ook de meidoorn trouwens. Deze? Dat zijn de sledoorns. Zonder de prikkels. Deze? Ja, nu heb je de goede. Dit is een meidoorn. En ze zitten dan meestal een beetje hier. Hier in de oksel van de tak heet dat, hè? Ja. Sledoornpaasje eitjes tellen. Daar is de vlinderwijkgroep in Zwolle in de winter een paar weekenden voor in de weer. Ze ook vandaag in het Zandhovenbos in Zwolle. Een plek waar ze veel voorkomen. Jullie zoeken naar eitjes? Ja, we zoeken naar de eitjes, omdat de vlinder die zit meestal hoog in de boom. Dus laat zich niet zo makkelijk zien. En het is makkelijker om in de winter naar de eitjes te zoeken. Ja. Waarom doen jullie dat? Nou, we willen graag een beetje een beeld hebben van deze soort. En als we puur naar de vlinders kijken, dan heb je gewoon geen idee. Want het is heel erg toevallig als je er een tegenkomt. En als je iedere winter zeg maar dezelfde plekken afzoekt op eitjes, dan heb je toch een beetje idee van hoe het met de soort gaat. Ja, dus dan kun je de populatie monitoren, om het zo maar te zeggen. Het is een monitoringproject, ja, klopt. Ja. Ja, precies. Hier in Zwolle komen ze voor, maar dat is niet overal in Nederland zo, hè? Nee, zeker niet. Ze komen vooral langs de randen van de zand- en de kleigronden komen ze voor. Waar dus de zandgrond overgaat op de klei of de veen. En waarom ze daar zitten weten we eigenlijk niet, maar het is wel specifiek voor Nederland eigenlijk. Ja. Ja. En hier in Zwolle dus, maar in welke gebieden nog meer? Randen van de Veluwe, randen van de Utrechtse Heuvelrug. Daar heb je nog een paar plekjes in het noorden en het oosten, zoals Steenwijk en Ommen. En Zuid-Limburg heb je er nog en nog één plekje in Noord-Brabant. Okay. Ja. Het is best wel uniek dat ze hier zitten. Ja, zeker. Ja. En ook de aantallen zijn hier wel bijzonder eigenlijk. Ja. Breidt dat zich nou ook uit? We hadden vorig jaar een heel goed jaar. En dan zie je toch wel dat ze dit jaar wel een beetje ook wel weer nieuwe plekjes proberen te ontdekken. Maar of dat blijft is, dat is altijd een beetje de vraag. Testen belangrijker om het aantal eitjes te tellen. En dat wordt dus gedaan door de vlinderwerkgroep Zwolle. Deze zijn gemarkeerd, die hebben we een tijdje geleden al gevonden. En dan doen we er touwtje omheen om te zorgen dat we niet dubbel tellen. Ja. Hè, dat we iemand anders niet telt. En als er dus een touwtje zit en je kijkt de stam of het takje iets verderop, dan zie je bij deze, zie je hem hier. Zie je, nou ja, het is ongeveer een millimeter, een puntje. En daar komt straks een rupsje. Met name op het moment dat, zeg maar, want we krijgen eerst de naakte bloei. En daarna komt het jonge blad eraan en dat is het moment dat de rups uit wil komen. Omdat hij zich vol wil eten met dat jonge blad. Ja. Dan is hij eenmaal volgroeid. En dan wil hij dus, laat hij zich zakken in de strooisellaag hieronder de plant. Ja. En dan blijft hij een tijdje leven als pop. En in juli, augustus dan ontpopt hij zich. En wordt het een vlindertje, gaat op zoek naar, als het een vrouwtje is, naar een mannetje. En dat doen ze meestal hoog in de bomen. Dat is een soort ontmoetingsplek. Dus ze moeten ook altijd in de buurt eigenlijk hoge bomen staan. En als ze dan daar gepaard hebben, dan daalt het vrouwtje weer af naar lagere regionen. En daar zoekt ze mooie jonge loten van de sledoorn. Waarop ze weer de eitjes af gaat zetten. Ja. Hoe lang leeft nou zo'n sledoornpaasje? Ik denk ongeveer 2 weken of zo. Dat is niet heel erg lang? Nee, dat is niet zo heel erg lang. Maar dat zie je bij meer dieren eigenlijk, met insecten eigenlijk. Want dat ze soms maar een hele korte levensduur hebben. Ja. Ja. En dat ze soms in andere stadia, als pop of larf, soms nog veel en veel langer leven. Ja. Is het nou lastig om zo'n eitje te vinden? Want ze zijn heel erg klein, hè? Ja, ja, het is... Het is wennen. Ja, je moet het gewoon proefondervindelijk leren. De eerste keer dat ik meeging had ik ze ook nog nooit gezien. En ik vond wel meteen direct een eitje. Maar gewoon dat je het een keer gezien hebt, dat helpt al. En dan weet je op een gegeven moment ook hoe je moet zoeken. En dan word je gewoon steeds beter in. Ja, ja precies. Al eens een keer een echte sledoornpaasje gezien, want ze zitten natuurlijk hoog in de boom. Ja, ja dit jaar voor het eerst. Na 7, 8 jaar zoeken. Okay. En dat was wel een heel fijn moment inderdaad. Ja. Ja. Eindelijk een keer, ik had er wel eerder naar gezocht, eerdere jaren, maar nooit succesvol geweest. En dit jaar 9 keer 5. Ja. Fantastisch, mooi. Ja, geweldig. Ja. Heb je al een eitje gevonden vandaag?
Nou, ik had wel eentje met mama gevonden. Ja? Maar zelf nog niet. Oh, oké. Okay. Mij wel eens gelukt. Oké. Okay. Heb jij al eerder geteld dan? Ik ga soms mee. Oké. Okay. Altijd. Ja, mooi hè. Maar een sleedoornpaasje is wel een heel bijzondere vlinder hè. Ja. Net als, we hebben ook een plantje, die heet de Zwolse tulp. Die is ook heel bijzonder. Ja, dat noemen we zo. En de sleedoornpaasje is ook heel bijzonder. Zwolle is wel een van de weinige gemeenten in Nederland die zo'n mooie vlinder heeft. In Zwolle-Zuid ook. In Zwolle-Zuid zijn ze ook, ja. Nou, Arjan, dan noem je inderdaad gelijk twee Zwolse unieke iconen, om het zo maar te zeggen. Ja. Want we hebben hier wel zo'n mooie bijzondere soorten qua biodiversiteit, hè? Ja, zeker. Nou, en hier zie je ook wel dat sowieso de vrijwilligers van waarde zijn om in kaart te brengen wat er allemaal is en wat er leeft. En het bijzondere, toch mag ik wel zeggen, aan de ROVA en de gemeente hoe wij samenwerken, is dat biodiversiteit voor ons wel leidend is. En we passen ook ons beleid, zoals bijvoorbeeld het in stand houden van dit soort struiken, passen we daarop aan. Dus de samenwerking gaat heel ver, maar dat helpt ons ook en dat helpt de vlinder ook. Ja. En dat zie je dan ook terug. En de mensen hebben er ook plezier in. Jazeker, ja, het is een mooi tijdverdrijf. Ja. En dan tussendoor nog snert krijgen en met je moeder op pad. Hoe mooi is dat, hè? Een lekkere kop snert dus van de ROVA en de gemeente als blijk van waardering voor de vele uren werk van de vlinderwerkgroep. Want ja, de partijen die doen het samen, het in stand houden en verbeteren van de biodiversiteit. Het is een zeldzame vlinder die veel in Zwolle voorkomt. En daar zijn we super trots op. En dat willen we graag zo houden. Dus daarom hebben we een apart of een bijzonder beheerplan gemaakt voor de vlinder. Om te kijken van hey, hoe krijgen we die vlinder ook hier, hoe houden we hem goed in de stad. Ja. Ja. Hoe doen jullie dat dan? Dus we hebben goed gekeken samen met de Vlinderstichting en met de insectenwerkgroep. Om te kijken van waar zit hij allemaal en wat heeft hij eigenlijk nodig op die plekken. En hoe kunnen we dat dan gaan maken met elkaar. En wat die vlinder eigenlijk nodig heeft, het is de sleedoornpaasje, dus hij moet sleedoorns hebben. Dat is een struik en van die struik moet hij eigenlijk lekkere, frisse, jonge scheuten hebben. En wat het probleem was met ons beheer, dat we eigenlijk, we hadden wel sleedoorns, maar die waren heel oud en dan krijgen ze kleine scheutjes. En als je ze een keertje goed aanpakt, dus afzet bij de grond, dan komen er weer allemaal jonge scheuten en dat is perfect voor die vlinder. Hoeveel sleedoornpaasje eitjes hebben jullie zeg maar, dit seizoen gevonden? Hier in Zwolle zitten we nu rond de 1750 ongeveer, denk ik. Ja. Ja. En ten opzichte van vorig jaar? Dat is wel een stuk minder dan vorig jaar, want toen zaten we bijna op 2500. Okay. Dus, het gaat altijd een beetje op en neer. Ja. Dus, dat zegt niet zo heel veel, zeg maar. Nee, vorig jaar was ook echt een topjaar en waarschijnlijk zijn er dit jaar weer veel parasieten geweest, waardoor het dus de populatie weer een beetje achteruit gaat. Ja, op die manier. En het kan best zijn dat volgend jaar wel weer omhoog gaat. Het,